Hallo allemaal, mijn naam is Peter, dit is Motortest TV en welkom bij een nieuwe video. En een van de eerste nieuwe video's van het jaar 2022 waarbij we weer op stap mochten met een echte nieuwe motor. En dit is zo'n echte nieuwe motor, de Morini, Moto Morini Xcape. Een parallel twin 650cc adventure bike. En een klein beetje achtergrondverhaal erbij. Moto Morini is een heel oud Italiaans merk. En is voor een paar jaar geleden door een investeringsmaatschappij weer opgekocht. En het merk is nieuw leven ingeblazen. En voor 2022 hebben ze deze Xcape op de markt gebracht. Een, wat ik zei, 650cc parallel twin adventure bike. Met lekker wat noppenbandjes erop. Een lekker breed stuur. Kortom, een echte adventure bike. En ook in 2022 beginnen we natuurlijk altijd met de zithouding. En ik krijg vaak de vraag van: Peter, hoe lang ben je nou eigenlijk? Dus ik zeg het er deze keer maar gelijk bij. Ik ben 1,80 meter en als ik op de motor ga zitten, kun je zien dat ik op zich prima met mijn voeten bij de grond kan komen. Dus wat dat betreft geen hele hoge motor. Er zit zelfs nog een licht knikje in mijn knieën, dus dat is geen enkel probleem. Het stuur, lekker breed zoals je dat bij een goede adventure mag verwachten. Ik vind hem ook echt lekker heel solide, stevig voelen, dat stuur. Hij zit redelijk ver naar voren, dus je rijdt wel, zoals je bij mij ziet, met redelijk gestrekte armen. En dan de voetjes op de stepjes en ik zal hem even op de standaard laten steunen. Genoeg beenruimte. Hij zit iets hoger als bij misschien sommige adventure bikes. Maar ruim voldoende ruimte om lekker te zitten. En uiteraard ook niet onbelangrijk, het zadel. Nou, ik heb er dankzij Startwind Motors ongeveer 200 kilometer op mogen en kunnen rijden. En ik vind het een prima zadel. Niks op aan te merken. Stijling is zelfs erg mooi. Dus wat dat betreft ook een dikke duim. Nou, wat is nog meer belangrijk voor die zitpositie? Hoe zie je alles? Hoe voelt alles? Nou, die spiegeltjes zitten op de goede plek. Lekker hoog, kijken goed langs je heen. En ja, prachtig, en daar kom ik zo nog op terug, TFT dashboard en een verstelbaar ruitje met één, eigenlijk twee handen, maar als die wat soepeler wordt is een beetje nieuwigheid, gok ik, met één hand te verstellen ruitje. Dus een hele fijne zit, een lekkere houding, voelt solide. Dus dat is een beetje de eerste indruk als je op de motor zit, als je ermee rijdt. Dus een hele fijne, solide, goede motor. En voordat ik even in wat technische details ga duiken met jullie over de motor, want hij is ontzettend rijk uitgerust, zeker voor een motor in zijn prijsklasse. Eerst een kleine boodschap van de sponsor van deze video, Cardo Systems, het communicatiesysteem wat mij betreft voor aan je helm. Cardo Systems maakt topkwaliteit communicatiesets voor op de motor. Ze maken geweldige Bluetooth sets, maar ook die hebben een probleem met groepsverbindingen. Rij jij regelmatig met twee of meer vrienden, dan is het DMC Mesh systeem de oplossing. Eén keer de verbinding opzetten en het Cardo Mesh systeem doet de rest. Ook wat voor jou? Gebruik dan nu de kortingscode in de webshop van Cardo. Nou, zoals ik zei, de uitrusting. Hij is werkelijk waar ontzettend rijk uitgerust met allerlei kleine handigheden die je wilt hebben op een adventure bike. Dus om mee te beginnen, hij heeft een dubbele USB aansluiting, standaard erop zitten. Makkelijk als je je telefoon wil monteren of je navigatie, zit er al standaard op. Een heel groot TFT scherm en met alle informatie erop, en dat heeft me echt verbaasd. Het TFT-scherm verandert ook mee van kleur naarmate het donkerder wordt. Dus niet naarmate, maar er zit een donker en een lichtstand op. Vind ik persoonlijk altijd heel erg fijn, want zo'n heel fel scherm in je gezicht 's avonds als het donker is, belemmert je altijd. En er zit een hele mooie mat coating overheen, waardoor die niet schittert. En ook als de zon erop staat, zelfs nu, kun je hem hartstikke goed aflezen. Er zit een knop op waarbij je een infoscherm krijgt, waarbij je nog steeds je snelheid kan aflezen. En dan zie je allerlei informatie en waaronder ook je bandenspanning zit er standaard op. Je ziet zelfs de accuspanning. Dus heel veel complete informatie die je daarin krijgt.
Nou, hij is voor en achter uitgerust met LED-verlichting. En die koplampen hebben echt die hele leuke, mooie styling. Een beetje gek daarin is dat je aan deze kant de verlichting regelt. Groot licht, klein licht en je signaallicht zoals je dat gewend bent. En aan die kant zit dan een knopje waarbij het schakelt tussen de gewone verlichting en de dagverlichting. Beetje vreemd, maar het mag best een beetje af en toe anders zijn. Het hoeft niet altijd maar hetzelfde te zijn. Hij heeft geen, nou dat moet ik niet helemaal zeggen, hij heeft één rijmodi. Je kunt hem in een off-road modus zetten. Ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik even niet precies weet wat hij daarin doet. Maar ik verwacht dat hij daar de ABS en de gasrespons een beetje aanpast. Maar ook die modus zit er dus in. Ja, en dan moeten we het natuurlijk over de styling hebben. En ook een beetje over de motoren waar hij misschien wel mee concurreert. Het is een 650cc parallel twin met een ongeveer 60 pk vermogen. En in dat 650cc adventure bike segment zit heel veel concurrentie. En daar is dit een betrekkelijke nieuwkomer in. Nou, concurrentie zit hem in de Versus 650. Concurrentie zit hem natuurlijk in de Tracer 700. Maar zit hem ook in de Tenere 700. En misschien ook nog wel in de Suzuki V-Strom. En nou is dat het enige V-blok in het segment. Wat misschien een hele mooie meerwaarde is. Maar de rest zijn allemaal parallel twins. Dus die zit in datzelfde segment zit die, qua rijden. En dan moet ik zeggen dat ik deze heel solide vind voelen. Op hoe die rijdt, hoe die stuurt. De meeste van die hebben vaak een iets kleiner voorwiel. En zijn dus echt puur, wat mij betreft, sportieve tourmotoren. Maar deze heeft met dat grote voorwiel en die standaard Pirelli Scorpion STR banden. Wat echt topbanden zijn. Ook nog wel een beetje off-road capaciteit. Ja, en dan moet ik zeggen persoonlijk, voor het geld wat je ervoor betaalt, wat je ervoor krijgt en vooral ook die looks en je rijdt even niet op hetzelfde als wat de meeste mensen hebben, ja, dan zou ik heel gauw voor deze Morini gaan. En qua looks en qua styling, en misschien willen de mensen bij Moto Morini niet dat ik het zeg, maar ik zie het toch als een compliment, zou je het Morini logo vervangen met een Ducati logo, dan zou je er zo 3000 euro meer voor kunnen vragen. En dan zou iedereen het geloven. En nog zo'n klein dingetje waaraan je ziet dat het echt geen rotzooi is, zijn bijvoorbeeld die mooie Brembo remschijven die er voorop zitten. Die ook echt heel lekker remmen, goed reageren. Nou, en dan vervolgens kun je nog een hele lijst met accessoires aanklikken. Persoonlijk, een must wat mij betreft zijn de handkappen die je kan bestellen. Nou, dat kost volgens mij ook niet zo heel erg veel. Natuurlijk kan er allerlei bagage en dat soort dingen op. En wat ik misschien ook zou willen, vooral als je met passagier en veel bagage zou rijden, misschien een iets betere achterschokbreker. Die vond ik nu met solo rijden prima. Maar ik weet zeker op het moment dat je iemand achterop hebt zitten, dat je misschien al gauw iets door die veer heen gaat. Maar dat zijn eigenlijk maar hele kleine dingetjes. En ook nog eens een keer dingen die heel makkelijk aan te passen zijn. Ja, en door het geld wat je ervoor uitgeeft, heb je misschien ook nog een klein beetje geld over in je budget om dat soort dingen aan te passen. Kortom, een lekker eigenwijs design. Wat mij betreft een super tof design. Met die lekkere brede kuip die je goed uit de wind houdt. Het goede ruitje, mooie LED-verlichting. Dus ik vind hem verschrikkelijk mooi. Een hele solide bouw en gewoon een ontzettend gave motor. Dus ja, deze krijgt zeker de Motortest TV duim omhoog. Dus ja, dit was alweer de eerste echte motorreview van Motortest TV van dit jaar. Mocht je nou nog vragen hebben of wat dan ook, laat ze achter in de comments onder deze video. En dan probeer ik daar zo goed als ik dat kan antwoord op te geven. Dan wil je te verwijzen naar iemand die dat zeker weten wel kan. Dit was in ieder geval de video vandaag. Ik hoop dat je het leuk vond. Vond je hem leuk? Zet dan je duimpje onder de video. Wil je op de hoogte blijven? Abonneer je op mijn kanaal. Of check ook eventueel de website uit die we tegenwoordig ook hebben. Voor nu in ieder geval bedankt voor het kijken en tot de volgende video.